je wel. Zie je. Hallo mensen. Hallo. Sorry dat het zo laat is. Mijn debuut op Radio 2. Oh, sorry. Zal ik even teruglopen? Goedemorgen. Het is toch altijd hopen dat... Zo ben ik wel bij TV Oost gekomen. Zo werkt het wel natuurlijk. Zeg Pieter, ik was vandaag wat later op mijn werk. Ja. Want ik was in het ziekenhuis. Ja. En ik heb heel goed nieuws. Weet je, kijk of je hebt opgelet. Waar heb ik last van? Cerebrale parese. Ja, maar met mijn linkerhand. Weet je? Met je linkerhand, ja. Ja. Ja, je dacht, die doet het niet meer, je laat alles vallen. Ja, minder kracht. Ja. Dus ik dacht, ik ga... Maar moet ik vertellen, moet ik het goede... Ben ik nu zeg maar jouw arts? Ja, anders moet ik in beeld. Oh ja, er zit dus een... Nee, niet vertellen, dat is een teaser. Oh ja. Oké, hoe het afliep, dat hoor je zo meteen. Oh ja, maar hoe het afliep, dat weet Ruud. Oh. Hoe het afliep, hoor je zo meteen, dat weet Gijs. Jammer. Een nieuw haar. Dat had gekund. Het is net na 2 uur. Wat denk je dat Gijs staat handig uit te delen. Jij ziet er dus heel goed uit, Gijs. En dat zeggen andere mensen ook. Serieus? Ja, maar ik heb altijd het gevoel, als je dit soort dingen zegt, dat er daarna iets komt. Zit totaal... Ja, bij jou is dat zo. Maar bij mij zit er helemaal geen ironie achter. Ja, mijn cynisme dat dringt wel door dat ik denk dat andere mensen dat dus ook de hele tijd. Ja, zoals de waard is en zo. Ja. Ja. Ik probeer het nog een keer. Gijs, ik maak even een aardige opmerking. Ja. Er is iemand die vindt dat jij er heel knap uitziet. Dankjewel. Wie is dat? Het staat hier onder in beeld. Kijk maar. Oh, leuk. Ja, aardig hè? Tof. Ja. Ja, dat is heel leuk. Ja. Ik weet niet of ze slechtziend is of iets, maar... Zie je wel! Zie je nou wel! Wat is het? Dat is de vraag juist. Ik dacht, als daar nou eerst eens even een paar uurtjes iedereen gaat raden wat dit is. En dan ga je morgen bekendmaken wat daarna, het is. Ja, zoiets. En dan gaan we ook... Kan je het inbrengen of is het... jij misschien wel. Nou, het loopt wel moeilijk genoeg hoor. Ik heb geen behoefte aan. Het is heel zwaar. Mm-hmm. Hè? Denk jij te weten wat het is? Laat het even weten in de comments. Even snel, want ik moet het nieuws doen. Je bent niet meer blijvend gehandicapt aan één kant. Ja, precies. Dus aan mijn linkerkant is het gewoon aan de hand. Een beknelde zenuw. Beknelde zenuw, gewoon even opensnijden. Ja. Ik ben echt heel blij voor je. Ja, ik ook. Ik ben heel erg opgelucht. Nu hoef je ook niet weg. Hoef je ook niet weg? Zei je dat nou? Nee, ja, dan word je te duur. Oh ja, denk goed punt. Ja. Dit lijkt vet uit een menselijk lichaam. Ja. Ik snap de gedachte. Maar klopt geen eten. Geen idee, Martijn, sorry. 50 jaar. Het is niet te geloven. Heb je een favoriete plaat? Ik begrijp het. Ik wacht even. Ik heb alle tijd. Ik maak net een berichtje over Thea, die 50 jaar bij de Albert Heijn werkt. En Carolien zit er dan bovenop, hè? Thea, heb jij een favoriete plaat die wij voor jou kunnen draaien op Radio 2? Oh, dat is een lastige vraag, hè? Thea, wie vaart naar Lots? Dat is Thea, toch? Ja. Het ziet eruit als lekker. Maar het komt, ik kom van Sardinië. Sardinië is het eiland van Noga. Dus ik denk meteen bij deze kleur aan. Lekker. Noga. We gaan het zien morgen. Spannend, hè? Oeh, als je dit zo neerlegt, dan denk je niet meer aan Noga. Oh, John Denver. Fantastisch. Oh, blijf even hangen, Thea. Fantastisch. We gaan je even live op de radio halen. Niet weggaan, hè? Oké, tot zo. Thea van Nuenen, hè? In de uitzending. Hi. Bedankt, Martijn. Ja, goede scoop hoor, Carolien. Heet het vlak voor je uitzending. Maar ik kreeg nog een andere tip over... Oh, jij loopt veel te snel natuurlijk. Over iemand waar Martijn heel erg op lijkt. Kijk. Oh, shit. Waar, hoe? Ik ben voor zijn vlog uitgelopen. Oh zo, ja, we gaan ontvloggen vandaar. Oh jammer, ik wilde jou nog iets vragen. Nee, ik ben ontvlogd ook. Is hij weg? Ja. Hallo Martijn. Hey. Hoe is het? Later, je zag er net beter uit. Ja, vind je? Ja, echt. Hoezo vind je dat? Nou, je wil gewoon even horen dat je er tegenwoordig beter uitziet. Nee, helemaal niet. Doe eens weg dat ding. Nee, dat wil ik doe ook nou niet. Doe nou even. Nee, ik ben word je verlegen? Nee, wil ik niet. Je bent nooit verlegen. Nee, ik wil niet.
Herhaal even wat hij net zei. Hij zei dat zijn blouseje heel strak ging zitten. Omdat hij zo gespierd is. Oh ja, daarom. Ik dik ben geworden. Ik ben vet geworden. Dat je een heel goede dag hebt. Je zei, ik zie er vandaag heel goed uit. Ik zie er vandaag fantastisch uit. Dat is zo. Ik ga gelogen. Ja. Kom. Dag poesjes. Ja, ga dan niet in de weg staan. Bram is er niet trouwens. Die is op een congres in Kopenhagen. Het goede nieuws is, hij is daar voor mij aan het vloggen. Interessant weetje over Hamburg, dat hier de clip van Axel Fischer Amsterdam is opgenomen. Ja, hij ging via Hamburg met de trein. Het slechte nieuws, Bram vlogt net zoals hij praat. Dus ik heb belachelijk veel materiaal. Dus duur nog even voordat het af is. Terwijl het natuurlijk heel duidelijk is dat dit geen Amsterdam is. Hé, hoe voel je je? Nee, niet zeggen. Dat is dan bewaar ik voor zo meteen, dat is een tease, snap je? Ik was de popcorn vergeten. Dus het hele huis staat onder de rook. Ah. Het stond gewoon in brand. Nou, zeg maar Els, hoe gaat het ermee? Echt?